Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Door de Bijbel. We beginnen zo dadelijk aan uitzending 788 na een korte terugblik op vorige keer. Het grootste deel van de vorige uitzending hebben we nagedacht over Jezaja 27. In deze profetie vinden we elementen uit het verleden, het heden en de toekomst. Het gedeelte past het best in de tijd van koning Hiskia. Het diens stammenrijk is al in ballingschap en Judah dreigt datzelfde lot te ondergaan. Hoofdstuk 27 opent met een beschrijving van de bloei van Israël en Gods bescherming. In het tweede deel zagen we dat Israël wel gestraft werd, maar dat God daarmee een hoger doel heeft. Verzoening tussen hemzelf en zijn volk. In de vorige uitzending zijn we al met het eerste vers van Jezaja 28 begonnen. Jezaja 28 vers 2. Zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is als een hagelstorm, een storm van verderf, zoals een vloed van geweldige. Alles wegspoelende wateren werpt hij ze hardhandig ter aarde. Jezaja stelt dat de Heer iemand heeft om het oordeel uit te voeren. En die gebeurtenis is even ingrijpend als een geweldige natuurramp. De genoemde gevolgen van natuurverschijnselen wijzen op een volkomen verwoesting. De eerste schade wordt door een hagelstorm veroorzaakt. Wat dan nog van de gewassen over is, wordt door een vernietigende orkaan weggevaagd. En tenslotte worden de resten weggespoeld door een vloedgolf. Waarschijnlijk zoals de mensen die toen kenden van de Wadi's. Jezaaie 28 versen 3 en 4. Met voeten zal vertrapt worden de trotse kroon van de dronkaards van Ephraim. En de verwelkte bloem van zijn schitterend sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroege vijg voor de zomer. Als iemand die ziet, slokt hij die meteen op uit zijn hand. Met deze woorden wordt aangegeven dat de verwoesting van de stad volledig is. Zij wordt letterlijk en figuurlijk door de vijand onder de voet gelopen. Naast het beeld van een totale en krachtige verwoesting wordt een tweede vergelijking gemaakt. Het zal met deze bloem, die al verwelkt is, gaan zoals gebeurt met een vijg die te vroeg rijp is. Daarbij zal gedacht zijn aan de eerste vijgen, die al rijp waren voordat het echt tijd was voor de oogst. Een voorbijganger merkt de vijg op en heeft hem in een mum van tijd geplukt en opgegeten. Het idee achter deze voorstelling is het gemak en de snelheid waarmee de stad wordt verwoest. Achter de verwoesting schuilt de hand van de heren. Jezaja 28, vers 5. Op die dag zal de Heer van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Het was impliciet al wel helder, maar nu wordt het expliciet. De trots moet niet gebaseerd zijn op een sterke, mooie stad, maar op de Heer van de hemelse legers. De Heer, niets of niemand anders, is voor de rest van zijn volk de ware kroon, de diadeem die het vertrouwen niet zal beschamen een kroon van heerlijkheid. Als er geen kroon meer is, zal de rest die na het oordeel in Samaria achterblijft, de heren erkennen als haar kracht, haar heerlijkheid. Isaiah 28 vers 6 Tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Waar de gerechtelijke macht eerder dwaalde, waarschijnlijk vanwege dronkenschap, zal er dan een geest van oordeel zijn. Deze geest van oordeel is te vergelijken met de geest die de Here op de Messias zal uitstorten. In Jesaja 28 wordt de Here zelf deze geest van oordeel die de rechters van Israël het recht laat verdedigen en verspreiden. Er zal kracht genoeg zijn om de strijd terug te dringen tot buiten de poort. Het recht wordt hersteld en de stad zal een sterke stad blijken te zijn. De oorzaak van beide zaken ligt in de Here. Hij geeft verlangen naar rechtvaardigheid en grote moed om stand te houden ja 28, versen 7 en 8. Ook deze hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Zij zijn opgeslokt door de wijn. Zij dwalen rond door de sterke drank. Zij zwalken bij het uitleggen van het visioen. Zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol, walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Deze versen zijn schokkend voor de Judeers. Nu blijkt dat wat over Efraïm gezegd werd ook op Juda van toepassing is. Er is tussen beide volken geen verschil. Jezaja schrijft erover alsof hij het tafereel voor zijn ogen ziet gebeuren. Zelfs in Jeruzalem zijn de leiders van het volk los van God. Notabene zij die namens de heren zouden moeten optreden. Ze doen hun werk nog wel, maar niet omdat ze geïnspireerd zijn door de heren. Ze zijn vol van wijn en kunnen zich maar met moeite overeind houden. Zo disqualificeren ze zichzelf voor de verantwoordelijke taken die ze toch blijven uitvoeren. Het Oude Testament spreekt ook op andere plaatsen in de Bijbel negatief over dronkaards. Dronkenschap is in het Oude Oosten niet alleen bij het volk Israël iets negatiefs. Ook in de Egyptische wijsheidsliteratuur wordt gewaarschuwd voor dronkenschap, met het daarbij komende gebrek aan controle en de sociale verwerping die dronkenschap met zich meebracht. De twee onderdelen van de taak van de priesters en profeten die worden genoemd zijn. het uitleggen van het visioen en gerechtelijke uitspraken. De profeten vormen als het ware de ogen van het volk. Zij zien wat de Heer aan het volk wil laten zien. Maar de ogen van de profeten zijn door de drank vertroebeld. En ook de priesters, die op basis van hun kennis van de wet of Torah zouden moeten rechtspreken, schieten tekort. Ze nemen wel beslissingen, maar van een helder oordeel is geen sprake priester en profeet zijn zo vol van drank dat ze er ziek van zijn geworden. Ze zijn zo dronken dat ze wankelen, waggelen en moeten overgeven tijdens hun werk. Het ergste is misschien nog wel dat ze niet in de haten hebben waar ze mee bezig zijn. Ze blijven doorgaan met hun taken. Jezaaie 28, versen 9 en 10. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn? Wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Waarschijnlijk zijn deze verzen reacties van de falende leiders. Het is denkbaar dat de woorden van Jezaja op de leiders overkomen als een lesje van een schoolmeester. Maar daar hebben de leiders geen behoefte aan. Zij willen niet luisteren. Iedere correctie wordt door de priesters en profeten van de hand gewezen. Ze zijn vol van zichzelf en hun eigen gelijk. Zij stellen dat zij zelf wel weten hoe ze zich moeten gedragen. In hun ogen behandelt Jezaja hen alsof zij kleine kinderen zijn. Zij die het verschil tussen goed en kwaad nog moeten leren. Maar zij zijn de leiders van het volk. Wie weet er nu meer van openbaringen en de wet dan zij? In het oude Oosten kregen kinderen borstvoeding tot ze drie of vier jaar waren. Daarna moesten ze de elementaire waarheden leren. De leiders van het volk zijn dat stadium op geestelijk gebied in eigen ogen ver voorbij. Jesaja 28, vers 11. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Omdat ze niet luisteren, als ze dan niet naar de duidelijke taal van de profeet willen luisteren, dan zal er in een onverstaanbare taal tot hen worden gesproken. Dat zal gebeuren als de Assyriërs, mensen die een vreemde taal spreken, het land zullen binnenvallen. Paulus haalt deze verzen aan in 1 Korinthe 14, vers 21. In verband met de tongentaal, waarop de Corinthiërs zo trots waren. Zij dachten dat de gave van het spreken in talen de gemeente tot inzicht kon brengen. Maar zij moeten zich vooral richten op de verstaanbare woorden die namens God worden gesproken, net als de Judeërs. Isaiah 28, vers 12. Tegen wie hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing, maar zij wilden niet luisteren. De Heer had het volk nogthans rust aangeboden. Dezelfde gedachte kwam al naar voren in Jezaja 7, vers 9. Toch grijpt Jezaja niet alleen terug op eigen woorden. Ook in Exodus 33, Deuteronomium 12 en 28, als ook in Psalm 95, vers 11, wordt over rust gesproken. De Heere had rust beloofd, maar niet onvoorwaardelijk. De rust waarvan hier sprake is, is het veilige, permanente verblijf in het beloofde land. Maar Israël heeft niet aan de voorwaarden voldaan, want het vertrouwen op God blijkt afwezig. Het volk en de leiders willen vooral vertrouwen op eigen inzicht en controle. Ook vandaag is achterrust slechts te vinden bij volledig vertrouwen op God. Jezaja 28, vers 13. Daarom zal voor hen het woord van de Heer zijn. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Het boek vertaalt dit vers als volgt. De Heere zal het daarom steeds opnieuw voor hen uitspellen. Het keer op keer in simpele bewoordingen vertellen, elke keer als hij de kans heeft. Maar toch zullen zij over deze simpele en oprechte boodschap struikelen en vallen. Zij zullen worden gebroken en vertrapt en gevangen genomen. Dit is de manier waarop geestelijke waarheid wordt doorgegeven. God verleent die niet in een flits aan een luie en apathische ziel. Terwijl mensen in welke periode dan ook tot afval vervallen, wordt het steeds moeilijker om geestelijke waarheid door te geven. Er zijn vandaag veel christenen die het woord van God niet kennen. Dan horen ze over een fantastische cursus van twee weken die ze de antwoorden op al hun problemen zal geven. Ze zullen leren hoe met hun huwelijksproblemen om te gaan, hoe met hun schoonmoeder overweg te kunnen, hoe hun kinderen op de juiste wijze te leiden en hoe modelwerknemers te worden. Maar er is maar één weg om als christen te groeien. Het woord van de Heer werd aan Israël gegeven, voorschrift na voorschrift, regel na regel, hier een beetje en daar een beetje. Het was een dagelijkse karwei om in Gods woord te komen. Wat gebeurde er? Israël hield het niet vol. Ze gingen achteruit. Dat wil zeggen, ze raakten in een afvallige toestand. Er zijn veel christenen vandaag in dezelfde conditie. Het is niet dat ze zwakker zijn dan iemand anders, het is eenvoudig dat ze niet voldoende tijd besteden in het woord van God. Ik realiseer me dat deze methode niet erg opwindend is, maar regel na regel en voorschrift na voorschrift is de enige manier waarop je in het christenleven gaat groeien. Jezaja 28, versen 14 en 15. Daarom hoor het Woord van de Heere: U, spotters, U Heersers, over dit volk dat in Jeruzalem is, omdat U zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het Rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende Geestel voorbij trekt. Komt hij niet bij ons? Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt, en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Judah verbond zich met Egypte en dacht daardoor een Assyrische strafexpeditie te kunnen voorkomen. Maar het verdrag met Egypte zal geen bescherming bieden, want het is niet meer dan leugen en bedrog. Het gebrek aan vertrouwen in de heren en de arrogantie van de eigen oplossingen worden door de heren veroordeeld. Wat is dan de oplossing? Jezaaie 28, versen 16 tot en met 19. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. Ik stel het recht tot metland en de gerechtigheid tot pasloot. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood gedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trek de alles wegspoelende geestel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden. Zo dikwijls als gij voorbij trekt, zal hij u grijpen. Ja, ochtend na ochtend zal hij voorbij trekken, bij dag en bij nacht. Het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen. De oplossing is de kostbare hoeksteen. De hoeksteen was in de architectuur van Israël een grotere steen dan de overige stenen en was daarom met moeite op zijn plaats te krijgen. Het formaat en het gewicht zorgden voor stabiliteit. De steen diende om twee aangrenzende muren te verbinden. Het is mogelijk dat de hoeksteen ook dienst deed in het fundament. De gedachte is dat Judas zijn vertrouwen op deze hoeksteen door de heren zelf neergelegd moet vestigen. Alleen dan is er stabiliteit en zekerheid. Het zijn niet alleen de vijandelijke legers die zich tegen Judas zullen keren. Het is de heren die het volk straft voor zijn ongehoorzaamheid. Jezaia 28, vers 20 Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken, en de deken te smal om zich erin te wikkelen. Hij die zich tegen de kou van de nacht wil beschermen, terwijl zijn deken te smal is, wordt niet warm. Zo hebben de leiders van Juda wel geprobeerd veiligheid te zoeken, maar hebben die niet gevonden. Jezaia 28, versen 21 en 22 Want de Heere zal opstaan, zoals op de berg Perazim. Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon. Om zijn werk te doen, vreemd zal zijn werk zijn, en om zijn daad te verrichten, ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden, want een vernietigend einde, en het is vast besloten, heb ik gehoord van de heren, de heren van de legermachten, komt over heel het land. Nogmaals wordt het volk opgeroepen zich van hun spot te bekeren. Voor Jezaja was er geen twijfel mogelijk dat het zo zou gaan, want hij had het van de heren zelf. Jezaaiah 28, versen 23 tot en met 29. Neemt er oren en luister naar mijn stem. Slaar acht op en luister naar mijn woorden. Ploegt de ploeger heel de dag door om te zaaien? Blijft hij zijn land altijd maar openleggen en eggen? Is het niet zo? Heeft hij de bovenlag ervan geëffend? Dan strooit hij wikken uit, zaait er komijn op, en zet tarwe op rij, gerst per vak, en speld aan de rand. Zijn God onderwijst hem over de juiste weg. Hij onderwijst hem. Want men dorst wikken toch niet met een dorslede. En rolt over komijn toch geen wagenwiel. Maar wikken wordt uitgeklopt met een stok. En komijn met een staak. Broodkoren moet wel fijn gemaakt worden. Maar hij dorst en dorst het niet voor altijd door. Hij plat het niet met zijn wagenwiel. Met zijn paarden verpulvert hij het niet. Ook dit gaat uit van de heren van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad. Hij is groot in wijsheid. Het oordeel wordt niet meer teruggedraaid. Maar dat neemt niet weg dat de mensen zich nog altijd tot de Heren kunnen keren. Over het oordeel wordt gesproken als over de oogst. Zoals de boer elk gewas verschillend bewerkt, zo gaat ook God te werk. Het gaat de Heren om de oogst, het resultaat. Dit is geen proces dat altijd maar doorgaat. God gaat niet eindeloos blijven dorsen en kloppen. Hij is er niet op uit te verbrijzelen, want dan is zijn oogst kapot. Ieder die door de Heer gebruikt wil worden, moet dit principe in gedachten houden. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.